Zijn er wel genoeg medische beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel in de strijd tegen het nieuwe coronavirus? En wat wordt er gedaan als er tekorten ontstaan? Het zijn vragen die leven bij veel partijen in de Tweede Kamer, waar vandaag wordt gedebatteerd over het virus. Een van de dingen waar ik met de minister zeker over in gesprek wil, is het eventuele tekort aan mondkapjes. We zien dat daar een run aan op ontstaan is. Luister naar wat de experts en deskundigen zeggen. En die zeggen heel duidelijk, het heeft geen zin om als particulier een mondkapje te dragen. Het is wel een heel goed beschermingsmiddel voor onze professionals, voor tandartsen, voor huisartsen, voor de mensen in de ziekenhuizen. Dus laten we zorgvuldig omgaan met wat we hebben. Dus ik wil zeker met de minister in gesprek vandaag over wat hij eraan gaat doen om ervoor te zorgen dat onze professionals voldoende mondkapjes hebben. Ik kan me voorstellen dat dit een van de zorgen is die bij u leeft. Vindt u dat we maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat inderdaad de professionals nog gebruik kunnen maken van die mondkapjes? Ja, nou, ik kreeg ook berichten van bijvoorbeeld tandartsen die zeggen, ja, voor ons gewone werk hebben we die mondkapjes nodig. En ja, ik heb nog maar een klein voorraadje. Dus ook ik zal aan de minister vragen, hoe is dat nu geregeld? Zijn er voldoende materialen? Dus niet alleen maar om zorgpersoneel te beschermen als ze coronapatiënten behandelen, maar juist ook voor het gewone werk, want ja, daar is het ook belangrijk voor. En als het antwoord dan is, we hebben niet voldoende van die middelen, moeten we dan zeggen, nou, particulieren mogen ze niet meer kopen, kan dat? Nou ja, ik kan me haast niet voorstellen dat de minister niet in staat is om te regelen dat er voldoende materialen zijn, want er zijn gewoon voorraden. We weten ook al een aantal weken dat corona heerst, om het zo maar te zeggen, in de wereld. Dus ik vind dat hij daar echt wel op voorbereid zou moeten zijn. Maar toch, u geeft het zelf ook al aan, hè? Er zijn tandartspraktijken die gewoon hun aantal afspraken moeten afzeggen, omdat ze niet meer mondkapjes hebben. Dus zijn die voorraden er dan wel? Dat zijn dus allemaal vragen die ik aan de minister ook ga stellen. Zijn die voorraden er? Heeft de minister daar goed zicht op? Dat hoop ik van harte. Ja. En als het nodig is, dan moet de minister inderdaad aangeven wie inderdaad voorrang heeft. Mm. Nogmaals, het is echt wel een beetje gek als tandartsen hun werk niet meer kunnen doen. Precies, en ook nog omdat het averechts werkt, hè? Als je als particulier zo'n mondkapje draagt. Maar voor mij is nieuw dat het dus helemaal geen nut heeft om als particulier een mondkap te hebben. Dat... Niet dat ik hem op heb, maar, maar dat als dat geen nut heeft, dan zou ik zeggen, laat het dan vooral inderdaad aan de professionals. Ja. Het gaat erom dat je hem op een juiste manier moet opzetten. En als je dat niet doet, heb je juist meer kans op besmettingsgevaar. Oh, is mij verteld door een viroloog. Ja. Dat is ook het advies begrijp ik, van het RIVM. Ja. Doe het gewoon niet. Ja. Het advies is vooral, was je handen gewoon goed, nies in je elleboog. Ja. Dat zijn echt wel dingen die je gewoon makkelijk kunt doen. En daarvan vind ik ook dat we dat moeten opvolgen. Ja.